lees jullie voor. Kikker is een held. Opnieuw van Max Veldhuis. Donkere wolken pakten zich samen aan de hemel. En de zon, die net nog zo heerlijk scheen, verdwijnt langzaam achter de wolken. Het gaat regenen, dacht Kikker verheugd. Al gauw vielen de eerste druppels op zijn blote vel. Kikker hield van regen. Steeds dichter vielen de druppels naar beneden en Kikker danste van plezier. Het regent en mijn broek wordt helemaal nat, zong hij luid. Na een tijdje was de lucht pikzwart en het water viel echt met bakken uit de hemel. En nu werd het zelfs Kikker toch te erg. Drijfnat rende hij naar huis. Kikker vond het wel gezellig thuis. Hij zette thee, de regen tikte tegen het raam. En dat was een heerlijk geluid. Maar dan, na 3 dagen, als het nog steeds regent, wordt hij ongerust. Hoe zou het met Eend zijn? En met Varkentje? En met Haas? Op de 5e dag steeg het water in de rivier en het duurde niet lang meer of het stroomde zomaar het huisje van Kikker binnen. Eerst vond Kikker het leuk, maar toen het water bleef stijgen, werd hij toch wel heel erg bezorgd. Haastig liep hij naar het huisje van Eend. Daar was het al niet anders. Waar komt al dat water vandaan? Vroeg Eend wanhopig. De rivier is overgelopen, riep Kikker. Kom gauw mee, dan gaan we naar Varkentje. Samen sopten ze door het drassige land, Kikker en Eend. En Varkentje, die hing uit het zolderraam. Oh, mijn spulletjes zijn nat, jammerde ze. En inderdaad, als ze binnenkomen in het huis van Varkentje, dan zien ze de tafels en de stoelen die door de kamer drijven. Wat een rommel. Hier konden ze niet blijven. Laten we naar Haas gaan, stelde Kikker voor. Het huis van Haas lag als een eilandje midden in het water. En Haas stond in de deuropening en hij zwaaide. Kom gauw binnen, hier is het droog. Het was lekker warm binnen. Dankbaar droogden ze zich af bij de kachel. En ze vertelde Haas hoe het water in hun huisje binnenstroomde. Jullie kunnen allemaal hier blijven, zei Haas hartelijk. Er is plaats genoeg voor iedereen. En toen gingen ze met z'n allen aan tafel. Haas had een flinke pan met stampot gemaakt en alles ging schoon op. Ze bleven dagenlang bij Haas logeren, terwijl het buiten regende en regende. Maar zij hadden het binnen gezellig en ze maakten zich geen zorgen. Maar aan alle gezelligheid komt toch echt een eind. Want op een dag begonnen ze aan het laatste stuk brood. Het is op, zei Haas somber. Als er geen hulp komt, gaan we dood, zei Eend. Ik ga niet dood, zei Kikker. Nooit. En toen was alles op, tot het laatste kruimeltje. Het regende niet meer. Maar het water stond buiten nog even hoog als eerst. En ze rammelden van de honger. Hoe moest dat nu verder? Ik weet het, riep Kikker. Ik zwem naar de heuvel aan de overkant om hulp te halen. Haas keek bedenkelijk. Het is veel te ver weg en de stroom is zo sterk, zei hij. Het is te gevaarlijk. Maar ik zwem het beste van iedereen, riep Kikker dapper. Tja. Dat was waar. Moedig ging Kikker te water. En vol spanning keken zijn vrienden toe. En al gauw verdween Kikker in de vette.
Het water was ijskoud, maar hij voelde het niet, want hij dacht aan eend en aan haas en aan een varkentje die zo'n honger hadden. Hoe verder hij zwom, hoe sterker de stroom werd. Kikker werd moe. Hij kwam haast niet meer vooruit en opeens trok de stroming van het water hem zo naar beneden. Dieper en dieper zonk hij weg. Een kikker die niet meer zwemmen kon, hoe kan dat nou? Ik verdrink, dacht hij, ik ga dood. Nooit zal ik mijn vriendjes meer zien. Hallo? Wie hebben we daar? Klonk een bekende stem. Twee sterke armen trokken Kikker uit het water en heesen hem in een boot. Het was Rat. Kikker vertelde alles over de regen, de overstroming en de honger en dat hij hulp was gaan halen. Dat komt goed uit, zei Rat. Het schip zit vol met proviant. Eten genoeg voor iedereen. En hij zette koers naar de vrienden in nood. Wat waren die verbaasd toen ze in de verte een schip zagen naderen. Ze juichten toen ze zagen dat Kikker aan boord was. Yes, Kikker is aan boord. Maar die ander, wie was dat? Jazeker, het was hun goede vriend Rat. Ze konden hun ogen haast niet geloven. En wat brachten ze mee? Er is eten in overvloed. Brood, honing, jam en pindakaas. Groenten, aardappelen en wat al niet. Rat, je hebt ons gered, zei Haas. Nee hoor, dat hebben jullie aan Kikker te danken, zei Rat. Dwars door de woeste stroom zwom hij naar me toe met gevaar voor eigen leven. Allemaal kijken ze dan naar Kikker. En Kikker die glom van trots. Al was het niet helemaal waar wat Rat vertelde. Want Rat had eigenlijk hem ook gered. Vanaf dat moment gaat alles beter. Ze vieren het weerzien met Rat en Kikker was de held. Het zonnetje scheen weer, het water begon te zakken. En ze hadden eten genoeg. En na een paar dagen was het eindelijk zover. Ze konden terug naar hun eigen huisjes. Met een bezem en een emmer gingen ze op weg. Want weet je, alles zat dik onder de modder die de rivier had achtergelaten. Door hard werken met z'n allen en de hulp van de Rat werd het weer bijna net als vroeger. Niet helemaal. Want de herinnering aan die vreselijke overstroming, die zou altijd blijven.